En hele goede morgen, we staan op Schiphol en ik ben met mijn sister in crime. We gaan naar Paddy Paddy. Okay, we zijn net aangekomen in ons appartement, of tenminste daar is onze Airbnb en we zitten dus echt zo midden in het centrum. Het straatje heet hier, kan je dat zien? Nee, kan je niet zien, goed zien. Rue Montorgueil of zo? Montorgueil, als ik het goed uitspreken. Anyway, dit is top, want hier heb je dus alleen maar pannetjes en koele winkeltjes en bakjes. Dus drinken. Eten. Daar zijn we blij mee, super leuk. Ja. Lekker hoor. Ik denk niet dat je haar hier goed gaat zitten bij Louvre. Want die pony kan je met deze wit. En je krullen kan je eruit komen. Krullen kan je vergeten, pony kan je vergeten. Ja. Lekker brunchen. Yep. Kijk, we hebben een ziek grote platter. Zitten nu bij Bianco binnen. En een croissantje. Lekker bezig. Oké, waar gaan we naartoe vandaag? Eiffeltoren. En wat hebben we gekocht? Tada! Kijk, hier komen ze. Die van mij zit wat minder goed. Ja, bij jou gaat die weer zo lekker. We gaan die goede Eiffeltoren selfie schieten. Stokbroodje bij, alles. Parisien. Eigenlijk super toeristisch, maar wel leuk. Ik zal eens iets heel gênants vertellen. Ik ben dus nog nooit bij de Eiffeltoren geweest. Dus dat gaan we nu maar even voor de allereerste keer doen. Toch leuk. Dit is de situatie. We staan nu bij de Eiffeltoren. Dat is goed nieuws. Slecht nieuws is, we moesten uitchecken bij onze Airbnb. En wij staan nu gewoon de hele dag met 3 koffers door het centrum van Parijs. En we moeten nog een aantal uur voordat we naar de luchthaven moeten. Dus wat gaat er hier mis? Het allerergste aan het doen. Winnings. We hebben onze hele 3 zware koffers bij een apenduur hotel ergens gedropt. Ze vroegen of we gasten waren. We zeiden nee, maar we keken heel lief. En met charmes krijg je dan... een hoop van elkaar. Ja, haar charmers, hè? Die glimlach. Hij was een beetje verliefd op jou, hè? We hebben lekker gegeten, we hebben lekker gewinkeld, we waren bij de Paris Fashion Week. Mooie dingen gezien. Heel veel mooie dingen gezien. Ik voor de eerste keer de Eiffeltoren, een beetje gênant, maar ik heb hem gezien, we hebben hem gezien. En we moeten gewoon heel snel weer. Maar Parijs is zeker sisterproof. Toedeloe! Kiki, waarom neem je altijd te veel spullen en schoenen mee als je gaat vliegen? Nee, dat is niet grappig. Het past niet. Het past niet. Je wilt toch vloggen? Nee, ik wil niet. Dan gaan we vloggen. Kijk, al die mensen wachten op je. Nee.